Dankjewel. Ja, leuk hè? Super. Ga jij dus zitten? Ja, beter. Ja, dat is het wel lekker. Zo. Waarom is eenzaamheid zo'n taboe? Nou, omdat heel veel mensen zichzelf dan zielig voelen of denken van dat ze dat liever niet naar buiten brengen. Want zelf persoonlijk ben ik ook na mijn scheiding best wel even eenzaam geweest. En dan zeiden vriendinnen, joh, jij eenzaam, je werkt in fulltime en zo. Maar je mist soms iemand speciaal om dingen mee te delen. En daarom zeg je dat dan ook niet zo gauw, omdat mensen dat dan gewoon niet begrijpen of gelijk een oordeel erover hebben. En wat kunnen we doen om het beter bespreekbaar te maken? Nou, in ieder geval wel in openheid, als je dat wil. Want dat ligt bij iedereen persoonlijk natuurlijk, daarover praten. Want ook uit onderzoek is gebleken dat als je een heleboel mensen bij elkaar zet die eenzaam zijn, dan is dat ook niet goed. Overal heb je bijvoorbeeld patiëntenverenigingen voor, van mensen die allemaal reuma hebben. Maar bij eenzaamheid moet je dat niet doen, want dat versterkt heel erg. Dus wat je wel kan doen, is mensen leren voor hun leven van, nou, wat zijn nou dingen die je belangrijk zijn? Wat zijn je kernkwaliteiten? Wat is je doel in je leven? Waar word je nou blij van? Meer dat ze in zichzelf ook het geluk vinden. En als je zelf gelukkig vindt, dan kan je dat ook weer met anderen delen. In de aankondiging voor de picknick staat dat het vooral georganiseerd is omdat veel clubs nu een zomerstop hebben. Zijn er nog andere activiteiten die jullie speciaal voor de zomer gaan organiseren? Ja, wij proberen onze activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. Dus Gouda Eet Samen gaat gewoon door. Ons koor gaat gewoon door. De film gaat gewoon door. Het breien gaat door. En creatief gaat door. Maar de picknick is volgende maand in Savelberg. En de maand erop weer in Prinshof.